Een belofte die een stukje zekerheid met zich meebrengt. Zo verwoordde parlementariër Evert Carto de uitgifte van grondpapieren op donderdag 7 april op Kommewijnen. Hij riep districtsgenoten op om te werken aan de ontwikkeling van het district. Zij zullen niet alleen daadkracht moeten verwachten, maar die ook moeten tonen, zelfvoorzienend worden en werken aan productie. Voor de vertegenwoordigers van de regering is dat een realisatie van een niet zomaar gemaakte belofte. Maar één die een stukje zekerheid met zich meebrengt. Voor mij als volksvertegenwoordiger van het district Kommewijnen betekent deze dag heel veel. Het is niet makkelijk om als DNA-lid op het veld te zijn en alle noden aan te horen zonder iets te kunnen doen. Regering Santokki-Brunswijk, er staat nog steeds achter wat hij vaker zegt, elke Surinamer heeft recht op een stukje grond. Helaas gaat dat niet altijd zo makkelijk dan gezegd, president, u weet het. Maar er zijn heel veel organisatorische zaken die goed in place moeten zijn, voor overgegaan kan worden tot het uitreiken van beschikkingen. Als ik u daarom steeds heb gevraagd geduld te trachten, dan snapt u mijn gevoel vandaag. En inderdaad, wij zijn er nog lang niet. Maar ik hoop dat met de aanzet van vandaag er zo nog andere dagen zullen volgen. Waardoor niet alleen werken aan zekerheidsgevoel onder de bevolking zal groeien, maar wij tezamen werken aan de ontwikkeling die ons district nodig heeft. Laten wij niet alleen daadkracht verwachten, maar die ook zelf tonen. De president heeft het al eerder gezegd. Wij moeten weer zelf voorzienend worden en een tijd waar het haast onmogelijk is te rekenen op de rest van de wereld, moeten wij gaan beseffen dat wij werken aan zelfproductie. Aan de ontvangers van de beschikkingen straks van vandaag wil ik mijn hartelijke felicitaties overbrengen met de hoop dat het zekerheidsgevoel zal bijdragen aan het ontwikkelen van zelfredzaamheid. Gebruik uw grond nuttig.